Met FKK Knoep Kakenvest gaat het goed. We zijn ontiegelijk druk. We hebben heel veel beesten kunnen helpen. Honden, katten, maar ook andere dieren, zoals vogels, die we doorsturen naar Wild Bird Rehab, waar we mee samenwerken. Vooral flamingo's, pelikanen en zeearenden vangen we op. Die brengen we daar naartoe. Dat gaat gewoon hartstikke goed. Natuurlijk was deze jaar te maken met een pandemie. Die had ook effect op die honden, op beesten van Bonaire. Ja, dat heeft het zeker. We hebben gemerkt dat we veel meer honden gedumpt vinden op straat. We hebben veel meer honden op moeten nemen. Dat betekent dat er ook in heel hard gewerkt moet worden om al die honden weer een baasje te vinden. Gedeeltelijk doen we dat op het eiland, maar dat gaat ook heel veel naar Europa. Daarvoor hebben we een speciaal team in Nederland zitten die dat allemaal promoot. Dat zijn vier meiden die keihard werken. Die zorgen dat wij de hondjes in Europa kwijt kunnen om geadopteerd te worden en weer een goede mandje te krijgen. Maar dat betekent wel dat er heel veel meer kosten zijn. Dat betekent ook dat we veel harder moeten werken om die beestjes weer sociaal te krijgen en vriendelijk. Dat is gewoon zo. Maar goed, daar zijn we voor, daar werken we voor. Maar daar kunnen we niet zonder steun vanaf het eiland. Ja, steun vanuit het eiland. Ik weet dat jullie voor dit al jarenlang vechten voor een steun vanuit de eiland. Is dit nu gelukt? Nee, is nog steeds niet gelukt. En dat vinden we jammer. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet doorgaan. Met of zonder eilandsteun, we blijven doorgaan. Hondjes naar Nederland sturen voor een nieuwe baas. Hoe kan ik dit voorstellen? We hebben een speciale website waar al onze dieren op staan. Niet alleen honden, maar ook katten. We hebben een team die daarvoor zorgt in Nederland. Je kan je aanmelden in Europa. Het is niet alleen Nederland. Hè. Het is ook Duitsland, België, Frankrijk. Daar kan je aanmelden. Dat wil niet zeggen dat je ook een hondje krijgt. Er is eerst een hele selectieprocedure. Er wordt ook goed gekeken of je thuis bent, of je het kan veroorloven financieel. Of je een verleden hebt met honden, wat niet goed gaat. Zo gaat het maar door. We staan hier en kwam net een mevrouw, een meisje, die kwam een hondje zoeken om er mee te gaan. Dat is wat wij noemen sociale training. Dat zijn puppies, die zijn ongeveer 12 weken oud. Die leren aan de lijn lopen, die leren in de stad lopen, daar gaan ze mee zwemmen. Dan gaan ze mee het restaurant in om het te eten. Dat is wat wij noemen sociale training. Daarmee train je de hondjes om andere mensen te leren kennen. Niet bang te zijn, drukte aan te kunnen. Eigenlijk voorbereiding voor Europa.